Vaders en de Vaders en de Mamas doet goed. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goed zo, verschijnt het duidelijk. De genade van Jezus Christus, de liefde van God en de gemeente van de Heilige Geest, zijn met u allen. Oh, dat komt wat beter gelukt, dus ook nog een keer te oefenen. De genade van Jezus Christus, de liefde van God en de gemeente van de Heilige Geest, zijn met u allen. Goed zo, luid en duidelijk. Mag ik Julia, Jesper en Tom naar voren uitnodigen? Nee, Ellen, Iris en Johanna, sorry. Ellen, Iris en Johanna, die mogen rechtsom naar voren komen. Kom maar. Inderdaad, niemand is volmaakt, dus het is goed als we af en toe sorry zeggen van de kleine dingen die we soms fout doen. Dat doen we met de schuldbeleiders op bladzijde 3. Ik zal het steeds voorbidden en dan kunnen jullie nadenken. Op bladzijde 3 de schuldbeleiders. Heer, we zeggen sorry voor al onze fouten, ontferm je over ons. Heer, ontferm je over ons. Christus, je houdt van alle kinderen, ontferm je over ons. Heer, ontferm je over ons. Heer, we willen u straks goed ontvangen. Ontferm u over ons. Mogen de almachtige grootste God ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Dan gaan we nu met een mooi gebedje openen, waarin ik ook speciaal voor jullie zal bidden. Laat ons bidden. God, onze Vader, we danken u. Dat deze jongens en meisjes Ellen, Iris, Johanna, Lars, Liesje, Doris, Thijs, Poes, Sophie, Lars, Jeroen, Thijs, Carlijn, Isa, Carlijn, Evi, Anne Roos, Guus, Lex en Nicky door het doopsel dat uw kinderen hebt gemaakt en hen laat komen tot het altaar van uw zoon. We zijn blij dat ze mogen vandaag voor de eerste keer zijn heilig lichaam ontvangen en van nu af aan steeds leven vanuit het sacrament. En wij bidden voor deze kinderen en vragen u, maak het één met Jezus in de gemeenschap van de kerk. En geef dat ze altijd bij uw kind op huis mogen zijn. Door dezelfde Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God de alle eeuwen der eeuwen. Amen. Dat komt luid en luid. We zullen nu een liedje zingen, zodat we naar Gods woord gaan luisteren. Op de volgende bladzijde. Maar nu eerst een liedje over de goede herder. Zing maar lekker mee. Thank you.
al estar. Alleluia, alleluia. Brood uit de hemel gaf hij hun. Zo kregen de mensen het brood van de hemel. Alleluia, alleluia. De Heer zij met u. Lezing uit het Evangelie volgens Marcus. Op de eerste dag van het platte brood. Brood zonder gist, de dag waarop alles voor Pasen wordt klaargemaakt, zeiden zijn leerlingen tot Jezus. Waar wilt u dat wij alles voorbereiden, zodat u het Pasmaal kunt vieren? Jezus zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht. Ga naar de stad en daar zal je een man tegenkomen die een kruik draagt. Volg hem en zeg aan de eigenaar van het huis waar hij binnen gaat. De meester laat vragen, wat is de zaal voor mij, waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan vieren? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien, met zachte banken en van al het nodige voorzien. Maak daar alles voor ons klaar. De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals Jezus het hun gezegd had en maakten het paasmaal klaar. Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden: nee, dit is mijn lichaam. Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte hij hun die toe en zij dronken handen daaruit. En Jezus sprak tot hen: dit is mijn bloed van het verbond, dat vergoten wordt voor velen. Nadat zij een liedje gezongen hadden, gingen zij naar de olijfberg. Woord van de Heer. Onze diaken heeft net een mooie lezing voor ons voorgelezen. Ik ben priester, maar we hebben ook diakens die zijn vaak getrouwd. En er zijn soms ook kinderen die in deze communie doen. Pier Paolo is de papa van Johanna. Dus we vinden het heel fijn dat hij vandaag meehelpt vandaag. En als het goed is, hebben jullie geluisterd naar het evangelie, naar de woorden van Jezus. Wie weet nog een klein beetje waar het verhaal over ging? Wie durft te zeggen waar het verhaaltje over ging? Ja, kom er naar voren. Zo, weet je nog waar het verhaaltje over ging? Over Jezus bloed. Over Jezus bloed, ja, dat is wel stoer bloed natuurlijk. En waren er nog andere mensen of alleen maar Jezus? Weet je dat nog? Jij denkt van niet, maar ik denk van wel. Er waren andere mensen bij. Ja, kom maar. Die waren er ook nog bij. Zijn leerlingen. Zijn leerlingen. En wat voor diertjes zijn dat? Wat voor diertjes zijn dat? Wat zijn leerlingen? Waar vind je leerlingen? Ik denk dat het kabel lang genoeg is. Jurre, waar vind je leerlingen? Zeg het maar. Op school, heel goed. Leerlingen vind je op school, dat zijn jullie ook. Dus Jezus was een soort meester en had leerlingen. En hij gaf hem zijn leerlingen een opdrachtje. Ze moesten op een zoektocht gaan. Wie van jullie heeft wel eens een speurtocht of een zoektocht gedaan? Oh kijk, ik stel heel veel vingers. Het is leuk aan een speurtocht. Maar moesten die leerlingen van Jezus gaan zoeken? Wat moesten ze gaan zoeken? Denk je dat je het weet? Nee, eigenlijk niet. Nou, ik zal het verklappen. Die moesten een hele mooie zaal gaan zoeken.
Een mooi versierde zaal. Kijk eens om je heen. Als die leerlingen van Jezus de liefde waren gekomen. Denk je dat ze onze kerk mooi hadden gevonden? Ja. Ah, kom maar. Denk je dat die leerlingen van Jezus onze kerk mooi hadden gevonden? Ja. Wat vind jij mooi in de kerk? De ramen. Ramen zijn heel mooi, hè? Allemaal kleurtjes, er komt licht doorheen. Inderdaad. Ik denk dat die leerlingen naar Jezus terug waren geweest. We hebben een hele mooie zaal gevonden, Linde. Maar ja, gelukkig. Jammer genoeg was dat te ver weg. Dus die hadden een andere zaal. Maar die was ook mooi versierd. Dus eigenlijk ook met bloemen, zoals hier. We hebben mooie witte bloemen en echte bloemen hier. En kaarsen. En dan staat een mooie tafel met een kleed erop. Want ze gingen een paasmaal vieren. Is dat eigenlijk een tafel? Vindt u een andere naam? Wie weet dat? Ja, kom maar naar voren. Hoe heet zo'n speciale tafel in een kerk? Altaar. Goed zo. Moet je eens kijken hoe goed ze hebben opgeleid tijdens de les. Netjes. Inderdaad. Maar ze moesten het altaar klaarmaken, zorgen dat het mooi gedekt was en kaarsjes erop, want ze gingen een feest vieren. Net zoals jullie straks. Het was een grote feestmaal met heel veel eten. Het ligt er straks bij ons op een altaar. Voor onze paasmaal, onze feestmaal met Jezus. Ja, kom maar. Wat ligt er bij ons op het altaar? Een hostie. Een hostie en? Wijn. En wijn. Goed gedaan, ga maar zitten. En waar is die hostie van gemaakt? Ja, kom maar. Van brood, heel goed. Maar straks is het geen gewoon brood of wijn mee. We gaan iets speciaals doen. We gaan even iets bijzonders doen. Ja. Weet je wat? Ja, wie weet het dan deze kant? Wat gaan we speciaal met dat brood en wijn doen? Kom maar. Erover bidden. En dan wordt het iemand heel speciaal, hè? Weet je nog wie? Jezus. Goed zo, dan mag je gaan zitten. Want, tot Jezus. En waar ontvangen we Jezus? Mag ik samen zeggen, als het goed is weten jullie het allemaal. Waar ontvangen we Jezus? In ons hart. In ons hart. Zeg het nog een keer luid en duidelijk, zodat we allemaal mama's en papa's kunnen horen. In ons hart! Goed zo! Ontvangen straks Jezus in ons hart. Daarom is het een groot feest. Daarom is alles mooi versierd. Daarom hebben we heel veel mensen uitgenodigd. We moeten straks maar eens achterom kijken. Al die mama's en papa's en opa's en oma's en broertjes en zusjes. Neefjes en nichtjes misschien. Vriendjes. Nou, dat hebben jullie hartstikke goed gedaan. Nou, ik hoop dat jullie straks ook Jezus in je hart mogen ontvangen. En ook een mooi feest mogen hebben. Met hem. Amen. Wie van jullie is gedoopt? Kijk, als het goed is dat jullie allemaal gedoopt. Volgens mij zijn de meeste mannen en papa's ook gedoopt, of niet? Ja, ik had meer vingers moeten zien. Maar goed, voor de kinderen steken die vallen vingers op, goed zo. Jullie heel klein waren en gedoopt, hebben jullie mama's en papa's beloofd om voor jullie te geloven, een beetje te hopen en lief te hebben. Dat hebben ze denk ik goed gedaan, anders zaten jullie hier niet. Maar nu mogen jullie het zelf ook een keertje zeggen, samen met de mama's en papa's gaan we onze doopbelofte vernieuwen. En ik wil iedereen uitnodigen om natuurlijk mee te antwoorden. Ik zal het steeds voorbidden en dan hoor ik jullie luid en duidelijk antwoorden. Geloven jullie op wat zij de zes zijn? Bladzijde 6 in de boekjes. Geloven jullie in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde? Ik geloof. Geloven jullie in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft door Pontius Pilatus, is nedergedaald ter helle, is gekruisigd, gestorven en begraven, die op de derde dag is verrezen uit de doden. Die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, die jullie vandaag in de Heilige Communie gaan ontvangen. Ik geloof. Geloven jullie in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heilige, de vergeving van de zonde, de verrijzing van het lichaam en het eeuwige leven? Ik
Ik geloof. Goed zo, dat hebben jullie goed gedaan. Dan gaan we nu bidden. En bidden is God spreken met God. Dan vragen we dingen die we belangrijk vinden. En daarom wil ik Jurre, Koen, Nicky, Anne-Roos, Doris, Thijs en Lars vragen om naar voren te komen hier aan de rechterkant. Jurre mag alvast hier voorwachten voor de eerste voorbeelding. En dan mogen Carlijn, Isa, Wietse, Lars, Thijs en Chris links omkomen hier naar boven en een mooi lijntje maken. Kom maar. Maak het even stil om aan God te vragen wat wij belangrijk vinden. Heer, je mag de eerste voorbeelden. Nou, nu gaan we het altaar klaarmaken en
opgave aanreiken met hulp van Marieke de Minge. En ondertussen wordt er ook een collecte opgehaald. Dan kunnen jullie in de kerk ook bijdragen bij voorbaat. Dank. En iedereen mag een liedje meezingen. Zing een Gods groot gezin rondom het altaar. Bye.
zonden naar deze wereld, de vrede van de armen en de kleinen. Hij is gekomen om ons een voorbeeld te zijn en liefde voor u en voor elkaar. Hij is gekomen om van ons mij te delen, het kwaad de vriendschap verhindert en de haat die het geluk van de mensen de weg staat. Heeft ons een heilige geest beloofd om met ons te zijn van dag tot dag, tot we zouden leven van u leven. Gezegend mij ook in de naam des Heers. Mag ik u uitnodigen dat u gaat staan voor de consecratie? God, onze Vader, wij bidden u, zend u uw geest uit over deze tafel, brood en wijn. Dat ze voor ons boven het lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Want op de avond voor zijn lijden en dood, waar maaltijd hield, tezamen met zijn leerlingen, heeft hij een teken gesteld van uw oneindige liefde. Hij nam het brood in zijn handen, zegende u, bedankt u en bracht het gegaan aan zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gelijk alle, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. De Son heeft zijn volgens prijs gegeven in Jezus Christus, onze Heer. Zolang wij ook de beker met wijn danken u nogmaals en liet hem rondgaan met deze woorden. Neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd nieuwe verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt verkozen tot vergeving van de zonde. Blijf het doen om mij te gedenken. Hij heeft de grote prijs gegeven, Jezus Christus, onze Heer. God, onze Vader, man van liefde, zo gedenken we op deze dag de dood en de benijdenis van uw zoon. Bevrijd op deze wereld. Heeft zichzelf prijs gegeven, uitgeleverd op onze handen. En hij is opgeworpen om ons opnieuw te richten op u. Hij heeft zichzelf prijs gegeven, Jezus Christus, onze Heer. Dan mag ik tijdens de wens gaan zitten. Verhoor ons weer onze God, geschenk de geest van liefde aan alle die deelnemen aan deze maaltijd, dat de kerk in ene vier tezamen met de zoon, met de bisschop van Rome en van Franciscus, dat de bisschop Antonius, Roberts en zijn hulpbisschop, en alle bisschoppen van de Heer, tezamen met alle die geroepen zijn, voor heel uw volk op deze aarde, want bij uw vormen staan zijn leraar, tot glorie van uw naam. Denk ook aan uw kinderen. Ellen, Iris, Johanna, Lars, Lieske, Dokus, Thijs, Frans, Sophie, Lars, Jürgen, Thijs, Carlijn, Isaac, Carlijn, Levi, Anne-Roos, Luus, Lens en Nicky, die gij vandaag voor het eerste maal samenbrengt aan de tafel van uw zoon, die gij laat delen. Laat het groeien in vriendschap met uw zoon en een eenheid met de hele kerk. Want wij vormen te staan in het lichaam tot glorie van uw naam. Vergeet het onze broeders en zusters die een bijzondere plaats nemen in ons hart. En vergeet het hen die wij tekort doen. Herinner u degenen die gestorven zijn. En neem hen vol liefde op in uw woning. Want wij vormen te staan in het lichaam tot glorie. Wij vragen u met ons bijeen op de dag te samen te maken met Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef van Bijbelkop, met de heilige Hans de Doper, met de troon van onze kerk in de Linde, en van ons allen die in hem geloven, laat ons delen de glorie van uw kerk. We zullen alle die in vriendschap verbonden zijn met Jezus Christus, onze Heer, in mijn geloven, met prijs van de eeuwigheid. Want wij vormen te samen in het lichaam tot de glorie van uw kerk. Door hem en met hem en in zullen die naam van deze zijn hemelse God van lang van het vader. Eén en de heilige geest in de wereld in de eeuwigheid. Amen. We zijn op dat zijn de rechter. En we gaan samen met onze vader zeggen. Dat hebben jullie goed geoefend, hè? Goed, mag ik gaan staan? We gaan samen met onze vader zeggen.
hier van de kaart geven, reden onze dagen blijven sturen in barmhartigheid. Rijm ook zijn van het zonde en de vijfde tegen alle onrust. Hopen waar de komst van Jezus Christus de Zoon. Heer Jezus Christus, heb er meer posten gezegd van reden laten vrienden. En het reden heeft niet blijven van onze zonde. Van het geloof van de kerk, de vreugde loopt de geven, reden in gaan. En maak ons een. En je leven in de kerk. Amen. Vrede des Heeren zijn altijd met u. Wij zijn daar de vrede. Ik mag u ook in mijn hand geven en u ook in mijn eigen leven van Christus wensen. Dat jij door mij komt, als het regent, ik zal gezond worden.
Ja, maar die kinderen die ze me niet graag gedaan, maar alle vaderschoenen, zomaar, broertjes en zusjes, alle kasten, mogen die ook ter communie gaan. Een fijne, mooie communie gewend.
gedaan. Ik denk dat de eerste muzikantjes wel een applausje hebben verdiend. Mooi. Dan hebben we nog een slotgebedje waar ik speciaal voor jullie zal bidden. Laat ons bidden. Heer, op deze dag krijg ik kinderen. Ellen, Iris, Johanna, Lars, Lieske, Doris, Thijs, Koen, Sophie, Lars, Jurgen, Thijs, Carlijn, Lisa, Carlijn, Evi, Angoos, Fries, Lex en Nicky, tot u laten komen. Hebt hen voor het eerst gevoed met het lichaam van uw zoon. Samen met heel de gemeenschap van de gelovigen hebt gij gesterkt door de Heilige Communie. Laat het ontvangen van het sacrament vruchtbaar worden voor ons, uw kerk en voor heel de wereld, door Christus onze Heer. Amen. Tot slot een paar hele korte mededelingen. Van 13 juni tot 30 augustus vervallen de zaterdagavondmessen vanwege de vakantieweken, excuses voor ongemak. Elke zaterdagochtend bent u tussen 10 en 12 uur 's morgens van harte welkom voor een kop koffie op de pastorie. En we hebben een nieuwe website, www.heiligehartbrugge.nl. Van harte aanbevolen om een keer te kijken. En woensdag 24 juli is om 7:30 s'avonds in de Walboot de Bokstel. Een avond over onze nieuwe overkoepelende parochie voor S, Dennis Heuvelheemde en Bokstel. Van harte aanbevolen. Volgens mij hebben de communicantjes wel een cadeautje verdiend. Willen jullie een cadeautje? Ja! Zeg u dan
almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ga in alle heen en vrede. Wij danken God. En nu eerst een mooi liedje. Kind uit de goede koffer te snoepen. Goed leven, was het goed. Bye.